De politie heeft de wegen rondom het kantongebouw aan de Grote Combiweg in Suriname vanmorgen afgesloten. Het verkeer rondom het afgebakend gebied zit hierdoor op sommige kruispunten vast. De Surinaamse politie en andere veiligheidsdiensten zijn overal zichtbaar. Dit vanwege het aangekondigde protest waarbij men de onmiddellijke vrijlating van Stefano Pakito Biervliet en alle andere personen die onterecht opgesloten zijn als gevolg van de uit de hand gelopen protestactie vorige week. In Paramaribo hebben de meeste winkeliers hun supermarkten tegen 12 uur gesloten. Ook in de binnenstad hebben ondernemers hun zaken gesloten. Volgens een winkelier willen zij geen kans meer nemen en zijn teleurgesteld in de overheid. De veiligheid is niet gegarandeerd en wij als winkelier staan alleen voor de kosten als er geplunderd wordt.